Goedemorgen. Ik heb vandaag best wel iets bijzonders. Ik vlieg namelijk naar Oostenrijk. Ik ben op uitnodiging van het bedrijf Switelski. Want daar staat een van hun fabrieken. Ik ga naar hun materiaal kijken. En dat is momenteel een onderhoud. En dat schijnt nogal bijzonder te zijn. Want zoals je in eerdere vlogs hebt kunnen zien, is het enorm materiaal waar ze mee werken. Dus moet je nagaan hoe dat eruit ziet als het in onderhoud staat. Op naar Oostenrijk. De komende 2 dagen doen? Nou, de komende 2 dagen gaan we zien hoe Switelski hun eigen materieel onderhoudt. Hier in Fisherman in Oostenrijk beheren wij zeg maar onze eigen machines. Wij maken onze eigen reserve onderdelen van de machines. En hier wordt groot onderhoud gepleegd aan alle machines van Switelski. Dat gaan we de komende 2 dagen hier zien en laten zien aan de studenten van de Meijner Spoortechniek. Waarom is het zo bijzonder dat deze studenten en ik dus ook dit mogen zien? Niet iedereen ziet dit. Ik denk dat heel veel mensen best wel nieuwsgierig zouden zijn van hey, hoe werkt dat? En wat gebeurt er met zo'n machine? En hoe is het onderhoud? En kijk, Switelski heeft natuurlijk het grootste materieelpark van Europa. Dat is een feit. We hebben de nieuwste technologie hebben wij in huis. Hier, we staan nu toevallig dan bij de RUS 1000, het paradeplaatje op dit moment van Switelski. En ja, het is voor ons zeg maar, als volwassenen is het gewoon een soort van snoepjeswinkel om hier lekker rond te lopen en te genieten eigenlijk van al het mooie spul wat we hier hebben. Ja. Merk je dan ook, of hoop je dan te merken de komende dagen, dat je iets bij die jongens en meiden losmaakt? Ja, je hoopt dat ze denken van hey, we zijn buitenwezen kijken naar wat de machines dus doen. Hè. Dus het feitelijk werk waarvoor ze gemaakt zijn. Hier zien ze een totaal iets anders van de machine aan zich is hier belangrijk en het onderhoud en zoveel technische dingen die hierbij zitten, dat je ze prikkelt, dat ze denken van hey, dit willen wij ook. Hier willen wij ook onderdeel van zijn. Ja, dat is wat je hoopt te bereiken. Dat ze kiezen dus voor het spoor, zeg maar, het algemeen. Want de branche, zeg maar, die heeft gewoon tekort aan personeel. Technisch personeel, jong personeel. Dat is bijna geen nieuwe aanwas te krijgen. En je hoopt dat ze door hiermee extra stimulans te geven om dan toch te kiezen voor het spoor. En wat voor hoedanigheid dan ook. Was macht arbeiten in Switelski so toll? Die Faszination zu den Maschinen ist es einfach, eine große Maschine zu bedienen, zum Fahren und dann die Qualität herausbringen, dass nachher die schnellen Züge dann wieder fahren können hinter uns.